Ik ben dus Elisa en ik werk bij de Egeltjes als opvoedster. Wij zijn een opvang voor kinderen met een extra zorgvraag. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat alle kinderen hier welkom zijn. Wij zitten hier in een buurt waar veel kwetsbare gezinnen zijn ook. En wij noemen onszelf een kinderopvang, omdat dat is een hele lage drempel om binnen te komen en te zeggen ik heb opvang nodig voor mijn kind. Maar om binnen te komen en te zeggen ik heb problemen met het opvoeden van mijn kind, dat is een veel hogere drempel. Goedgezind is ons gezinsfestival. Dat doen we op het einde van de zomer. Door een festivaletje te doen met heel veel aanbod, komen onze ouders eigenlijk daarop af. En al spelenderwijs leren ze onze mentaliteit en onze visie kennen. De opvang gaat open om 7:30 morgens. En dan brengen we de eerste kinderen op. En dan beginnen we met een spel wat ze zelf kiezen. We laten ze rustig binnenkomen. Nadien hebben we een Puk-moment. Puk is eigenlijk onze vaste leefgroep, pop, zal ik maar zeggen, naar de pop van de Egeltjes. We lezen verhaaltjes, we leren de kinderen taalstimulering, dus ontwikkelingsstimulerend eigenlijk. Zijn we toch wel wat dingen met de kinderen aan het doen aan de hand van die pop. Waar we echt voor gaan en waar we echt voor staan, is dat we voor ieder kind apart de tijd nemen, dat we met ieder kind apart werken en dat het hier niet zozeer een groepswerking is in de zin van ieder kind moet mee met de groep, je moet kunnen volgen. Nee, we maken echt tijd voor ieder kind apart met zijn of haar noden, vragen, behoeftes. Er zijn heel veel instanties die denken, een kinderopvang moet al die extra zorg niet op hun nemen. Maar eigenlijk net omdat we dat wel doen, zien we dat het werkt bij onze ouders, omdat die drempel zo laag is. Komen ouders de hele tijd terug naar ons, die vertrouwensband is er.